Beauty Plus. Met de bekendste artiest van Nederland, Gerard Joling, praten we in het Kruisheren Hotel over zijn grootste nachtmerrie: kaalheid. Ik was 26 jaar oud en ik had een gigantische kop met haar. En ik had een liedje, dat heette toen Spanish Heart. En op een gegeven moment stond ik dus, zeg maar, als het ware in het zonlicht mijn make-up te doen. En dat was met een paard met een prachtig decor in Spanje, dus met hardlicht. En toen had ik mijn haar er zo achterover om eventjes te poeieren, want ik was een beetje verbrand op mijn voorhoofd. Toen dacht ik, jeetje, ik word kaal. Maar dat was nog heel makkelijk te camoufleren van een pluk van hier naar daar. En toen zag je nog niets. Nou, dat heb ik toen echt vol kunnen houden, denk ik, tot mijn 33ste of zo. En toen dacht ik van, dat mes moet er maar in. Maar goed, dat ging er toen de tijd letterlijk en figuurlijk in. En toen heb ik mijn eerste transplantatie gedaan. Maar dat was niet geheel naar mijn zin. Dus dat heb ik toen daarna nog een keer gedaan. Maar dat was een hele toestand, een pijnlijke toestand. Met een reep uit je hoofd. En het gevoel wat soms een jaar lang duurde omdat het terug moest komen. En dat lukte gewoon niet. En je zat met enorme hechtingen hierachter in dat stuk. En je kon echt de eerste weken gewoon niet. En je zag eruit als een... Dat vind ik nog het minst erg. Want ik bedoel, je weet... Als je iets doet om... Ja, het is wel gewoon zo. Als je wie mooi wil zijn, moet pijnlijden. Nou, dat is toen de tijd goed gelukt. Hij heeft toen gekozen voor een techniek waarbij een reep huid met haar werd weggehaald. Daar was hij niet tevreden over. Hij is bij mij terechtgekomen. En we hebben vervolgens een haarstamceltransplantatie bij hem uitgevoerd. We hebben de voorzijde behandeld en vandaag gaan we de kruin behandelen. Nou, ik ben dus bij Hair Science Institute terechtgekomen door mijn kapster. Nou, dat ging prima. Het was echt 's morgens om 7:30 komen en het was een kopje thee. En ik ben gaan liggen en ik heb niets gevoeld. Ja, daar zijn we dan weer, Gerard. Heel goed, Koen. Ja? Ik kan niet wachten. Ja, dus van de vorige keer ziet het er ontzettend mooi uit, hè? Dan zeg ik helemaal hoe vol het zit. Nou, als je een beetje omdraait... Schrikken de mensen zich Ja, wel. Dan is het toch al een aardig stuk kruin dat behandeld moet worden. Dus we gaan weer geheel kaal? Ja, we gaan weer geheel kaal, ja. Nou, natuurlijk niet. Heb je zin in, hè? Ik heb er wel zin in, ja, 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 ja. Eens kijken. Erg, hè? Dames en heren, u begrijpt voor de kijkers thuis, het entertainment gaat gewoon door. Voordat je het weet. Heb je meer haar op je reet? In het donorgebied zie je het uiteraard de littekens van de vorige behandelingen bij een andere kliniek. Onze behandelingen laten geen littekens na. Dat zie je dus ook heel duidelijk. Ook met close-up zie je geen littekens van het gebied. Dus al het donorhaar is weer teruggekomen. Gerard is het Nederlandse boegbeeld als het gaat om haartransplantaties. Maar helaas wordt zijn naam maar al te vaak gebruikt door andere klinieken. Nee, kijk, als je een site aanklikt, en dat vind ik eigenlijk een hele kwalijke zaak, dan doen ze heel vaak vermoeden dat ik daar dan ook geholpen ben. Hè? Dat gaat over verschillende concurrenten. En dat vind ik dan wel eens een beetje jammer. Dus dan zeg ik gelijk, nee, ik ben daar geholpen bij het Hair Science Institute. En dat zit in Maastricht en dat zit in Amsterdam, in 2TC. En vraag naar die arts en die dokter en die begeleiders. En die kunnen jou gewoon verder helpen. Wat we nu gaan doen is de gaatjes maken waar later dus die graft worden teruggeplaatst. Het is topsport. Ja, je moet het wel heel geconcentreerd doen. Nou, dat was het wel weer voor vandaag. Ja, top. Ziet er ziet er bijna niks meer van. Ja. Helemaal top. Als je dat nou vergelijkt met hoe het eruit zag. Ja. Schrikbarend. Maar dit is het gebied wat we de vorige keer hebben behandeld. En dan zag je dus eigenlijk dat daar eigenlijk niks meer stond. Maar ik heb nieuws voor je. Daar zijn we vanaf. Ja, gelukkig wel. Wat een werk. Ja. Nou jongens, dat ging helemaal top. Het ging vandaag heel snel. Geen pijn. En ik ga lekker de auto in. En ik heb vakantie. En ik hoop dat het dan weer een beetje gaat groeien. Doei!